Welke vogel wordt de vogel van 2024? Dit zijn de genomineerden. De spreeuw, de huismus, de zwarte roodstaart, de huiszwaluw of de gierzwaluw. De spreeuw vliegt altijd in een grote groep en geeft spectaculaire luchtshows. De huismus is graag in de buurt van mensen. Je ziet ze dus vooral rond huizen en boerderijen. De naam zegt het zelf al, de zwarte roodstaart heeft een donker lijf en een roodbruine staart. De huiszwaluw is de beste muggenvanger en de gierzwaluw kan al vliegend eten en slapen. Ja, de wedstrijd wordt georganiseerd door Vogelbescherming Vlaanderen. Zo willen ze kwetsbare vogels, die minder en minder plek hebben om hun nest te bouwen, extra aandacht geven. En ze hopen dat als we die vogels beter leren kennen, we ook meer gaan doen om hen te beschermen. Stemmen op je favoriete vogel kan nog tot woensdag. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.